zondagmiddag, Jury van Gelder. Waarom Jury van Gelder in Alfa? Nou, er is natuurlijk heel veel te doen geweest om zijn gedwongen vertrek van de Olympische Spelen. En wij dachten gewoon van nou, laten we hem eens bellen. Als hij niet terug mag naar de Olympische Spelen, dan kan hij op Lowlands misschien zijn kuur doen. Kijk, als iemand 4 jaar lang zo hard werkt om daar te staan en ook de finale bereikt. Ja, dat is nog steeds dus wel echt de top van de wereld in die tak van sport. Ja, dat moet een enorme tegenvaller voor hem zijn dat hij daar niet zijn oefening kon laten zien aan het publiek. En wij dachten van nou, als we het dan niet op televisie kunnen zien vanuit Rio, laten we het dan hier doen in de Alfa. En we hebben gebeld of hij het leuk vond. En hij vond het leuk om te doen. En ik vind het fantastisch dat hij het doet. Het is niet een statement, nee. Het is natuurlijk, je moet ook wel een beetje de humor ervan inzien. Maar het is niet tegen iets of het is niet van dat we er een statement mee willen maken naar het IOC. Totaal niet. Maar in zijn algemeenheid vind ik wel dat er altijd ruimte moet zijn voor atypische figuren. Hè? Kijk, hier op zo'n festival zit ook. Het resultaat telt. Hè? Als er publiek staat, als je performt, dan mag je ook een beetje afwijken van de norm. En in sport is dat natuurlijk heel strak geregeld. Maar ik kan er echt niet over oordelen. Maar in zijn algemeenheid, atypische mensen, als ze goed presteren, geven het een beetje ruimte. Ja.